Een hele goede morgen. Jordi die sliep net nog en die gaan we even wakker maken. Hij is wakker! Hij is wakker! Hij is wakker! Ik wil nog niet wakker, mama. Wat ben je doen? Ik doe hem ondertussen even kietelen. Ik kijk hem niet persoonlijk op beeld. Hey! Ik krijg hem niet fatsoenlijk op beeld. Hij is zo erg aan het wapperen. Ik ga hem er even uithalen. Mama is jurk. Mama de soepjurk. Ja. Oh, dat weet ik niet. Het is lekker. Dit is lekker. Doe dan gewoon de drinken erbij. Nee? Oké. Okay. Wil je nog een stukje? Mm. Yummy, yummy. Goed. En nog happen. Alsjeblieft. Ja, mama jurk. Dit is Jordi's nieuwe move. Hij gaat voor het pad. Handen en voeten staan. Wij zijn net nog naar de winkel geweest en Jordi heeft de soep alles gehad. En nu zijn we even aan het spelen. Niels is even Jordi nu lekker eten aan het geven. Wat eet Jordi, papa? Goulash? Ja. Is het lekker, hè, schat? Zeg maar, ik heb honger. En dan ga ik zo dadelijk eten voor ons koken. Joepie. Krijgt papa ook nog iets te eten? Oh, je bent ook echt te beklagen, hè? Ik heb nog genoeg maaltijdjes in de vriezer liggen van Jordi, die kun je ook eten.
Nou, Jordi is lekker in slaap gevallen. Morgen hebben we een leuke verrassing voor hem. We gaan naar de dierentuin. Ja, we gaan naar Zizo in Volkel. Mensen met autisme die krijgen daar de kans om daar met de dieren te verzorgen. En die werken daar eigenlijk gewoon. Ja, een zorgdierentuin eigenlijk. Net zoals een zorgboerderij. En we zijn benieuwd wat Jordi daarvan gaat vinden. We gaan morgen al vroeg. Het is niet zo dat het hier ver weg is, maar het is meer omdat Jordi zijn ritme zo ligt dat hij 's middags altijd slaapt. Dus we gaan er op tijd heen, zodat hij er ook nog wat aan heeft. Nou. Dus ik neem aan dat ze niet heel zijn dutje daar blijven hangen. Nee, dat gaan we niet doen. En ja, wij gaan zo ook lekker slapen. En dan gaan we dat morgen doen. We nemen jullie natuurlijk wel weer mee. En wat we allemaal filmen, dat weten we niet. Dat kijken we allemaal wel even. We gaan nu lekker naar bedje toe. Tenminste, ik ga lekker naar bedje toe. Je hebt een film aan het kijken. Mm-hmm. En we wensen jullie wel trusten. Wel trusten. Nou, wij zijn onderweg naar de dierentuin. Iets anders dan de planning. Ja, want Jordi wou vanochtend nog slapen, dus we zijn wat later. Maar ja, we zijn toch onderweg. Dus we zijn benieuwd wat we gaan tegenkomen daar, hè? Ja, in ieder geval mijn schoonfamilie. Oh ja? Wat dan? Wie dan? Ja, alle dieren. Oh, alle dieren, oké. Okay. Nee, dan familie, dan weten jullie dat als jullie dit zien. Maar ja, ik ga jouw familie ook begroeten daar, dus... Maar ik meld wel wanneer ik zijn familie tegenkom. Wauw, wat zijn dat voor beestjes? Wauw! Is wel leuk. Doen ze allemaal, Jordi? Ja, wat doen ze allemaal? Dat is een lekker kippetje. Ik ben wel mee te denken. Dan roep maar, dan hebben we weer wat leuks. Speciaal voor Natasja, hè, vogeltjes. Mooie vogels. Niels, ik heb je familie gevonden hoor, de familie wasbeer. Wat is dat? Harry Potter heeft zijn elf achtergelaten. Misschien is het iets voor deze Harry Potter.
Kijk, hier waren opa en oma op vakantie. Die denken, lekker hapje. Ga je voor mij zitten? Dat is lief. Maar jij denkt bij je eigen, dan krijg ik dat hapje, maar die krijg ik niet. Nou, dat begint te kakken. Ja. Ja, dat moet ook wel eens, toch? Omdat de zon schijnt, zijn wij nog even naar de speeltuin. Ja, jullie lekker schommelen, hè? Dus. Jordi vermaakt zich wel. Ja, taboe. Ja. Daar zitten ze dan samen. Het is weer voetbaltijd. En Jordi moet dat dus verplicht meekijken van Niels. Dat doet hij zelf. Hij kijkt er zelf. Ik denk dat dat na je vakantie afkick is voor Jordi. Wat? Maar nou, omdat hij nou zo verslaafd aan jou is. We zijn straks samen in de speeltuin geweest, hè? Ja, mama lag lekker te slapen. En dan ben je net in bad geweest? Ja. Met een beetje moeite is Jordi gewoon lekker in slaap gevallen. En wij hebben verder... Nou vallen wij daar ook zo in slaap. Ja, we hebben verder niet veel gedaan. We hebben gewoon bankzaken gedaan. En ik heb nog wel geëdit. En... wij gaan dadelijk gewoon lekker naar bed. Ja, jij wil nog film gaan kijken, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, ik niet. Ik ga lekker mijn bedje in. Bij deze sluiten we deze ups en downs af. En gaan we lekker slapen. Tenminste, ik ga slapen. Ik ga geen horrorfilm kijken, hoor. Nee, kun je dan niet meer slapen? Nee. Dan Mandy houdt van Saul. Van Saul? Ja. Wat is dat voor iets? Die met die zaag. Dat ze opgesloten zitten en dan... Niels, ik kijk nooit horrorfilms. Hmm. Dus... die ken je toch wel? Die, dat je dan twee keuzes hebt. Of je been eraf en... Hou op, man. Doe eens even normaal. En dat je nog leeft. Oh, mens. Nee, dat wil ik allemaal niet. Dat iemand met zo'n camera zit te kijken. Ken je dat echt niet? Heb je, ik weet niet hoeveel delen van. Heb jij allemaal gezien, zeker? Nee, ik ga daar niet kijken. Je bent niet goed. Ik ga daar echt niet kijken, dan slaap ik niet meer. Nee.
Maar in ieder geval, om deze klets zo kort mogelijk te houden. Hè, meneer? Mm-hmm. Wel rusten. Slaap lekker. En tot de volgende ups en downs. Wel rusten.